Hey mensen, ik ben op weg naar het tennisbos, want ik heb een brief in de brievenbus gekregen en op de envelop stond Tycho van der Zalm. Er stond in de brief stond dat ik zo snel mogelijk naar het tennisbos moest. Dus daar ben ik nu naartoe aan het gaan. En dat wil ik gewoon even vertellen en ik ga hier ook een video van maken. Dus ja. Ja jongens, ik ben nog onderweg. Nog steeds. Het duurt echt een eind. Maar het duurt echt lang. Nog een heel eind lopen. Echt super lang. Maar ja, dat wou ik gewoon even vertellen. Nou jongens, ik heb in ieder geval teken gevonden. Had ik jullie daarover verteld? Ik weet niet meer zeker. Nou, dan vertel ik het nog even voor de zekerheid. Nou, er stond ook in de brief dat ik een rood-geel teken moest volgen. En dat heb ik nou gevonden, jongens. Kijk. Ik heb het gevonden. Dus ik denk dat ik nu daar een paadje in moet, maar ik heb het gevonden. Jongens, dan ga ik nu denk ik maar het paadje in. Ik vind het echt scary. Maar ik weet niet of ik het nou moet doen. What the fuck? What the fuck? Ik ren nu het paadje in. Oh my god. Oh my, auw. Goh. Ja mensen, ik ben op de afgesproken plek. Maar ik kijk nog even goed omheen, want ik zie geen ene poepie. Even kijken. Ik zie geen ene scheid. Dus ik denk dat ik hier nou maar weer weg ga. Oh, ik vind het zo eng. Wat heck? Jongens, ik ben nu echt de hele tijd op de vlucht. Ik vind het doodseng. En ja, nu ga ik er gewoon weg. Jongens, ik ben echt keihard om mijn been geslagen, maar ik moet hier wegkomen. Ik moet hier echt weg. Ik ga echt Jongens, ik ben weg uit dat vervelende bos. Gelukkig heeft hij mij niet doodgeslagen. Ik ben onwijs bang. Maar daar is het en daar ergens is mijn huis. En ik ben doodsbang. Jongens, ik ben nu echt veilig. Niks te komen hier tegenhouden. Jongens, ik ben veilig. En hij kan me nergens. Ik zit verstopt. Hij kan me niet meer vinden. What the fuck? Jongens, ik ben helaas gelukkig veilig thuisgekomen. Hij heeft me niet meer achtervolgd. Ik weet niet meer waar hij gebleven is.